Dit is kunst, soms matige kunst, maar het is kunst en meer dan praten op maten met drums. Zijn artiestennaam is Fresco. Hij is geboren in Eindhoven, maar opgegroeid op Curaçao. En op zijn 12e begint Roy Raymond met rappen. En hij blijft er heel erg goed in te zijn. Rake teksten, vette beats. Fresco voor de zalen. Afgelopen donderdag wint Fresco de belangrijkste prijs binnen de Nederlandse hiphopwereld, de State Award. The winner for best artist is Fresco! Iedereen die genomineerd is vandaag heeft het verdiend. Dus ik ben gezegend vandaag, man. Dus ik wil een applaus voor iedereen, eigenlijk, man. Ja. Ik heb heel veel dingen die belangrijk voor me waren opgegeven. Dus het is fijn om dan ook iets voor terug te krijgen aan erkenning. En zo'n officiële prijs, dat is heerlijk, weet je wel. Dus... Roy Raymond, oftewel Fresco, heeft zijn rapnaam niet voor niks gekozen. Het staat voor wie die wil zijn. Wat ik leuk vind aan de naam Fresco is, het betekent brutaal in het papiermento. En dus als ik schrijf, dan ga ik ervan uit. Ik ben Fresco. Dus ik kan me echt wat laten vinden. Ik ben Fresco. We worden volwassener en dan komen dingen zoals sociaal wenselijk gedrag en dat soort dingen gaan een rol spelen. En dan verlies je eigenlijk jezelf. En daarom is het schrijven voor mij echt een middel om dat eerlijke ik gewoon te behouden. En gewoon echt mijn mening, mijn ongecensureerde mening zonder taboes gewoon op papier te zetten. Hij gaat diep in je ziel gewoon en hij tast bij zichzelf ook diep in zijn ziel om de dingen uit te halen die mensen echt aanspreken. Hip-hop is best wel een cultuur van ook stoer doen en zo. En dat er zoveel stoere dingen zijn dat iemand die zichzelf is meteen diep of apart of wat dan ook wordt genoemd. Terwijl ja, positief hè? Positief. Ja, nou ik vind het ook een compliment. Ik vind het een super compliment, maar ik weet niet of ik het compliment 100% wil toe-eigenen. Omdat ik weet ook nog tijden dat ik als dom werd gezien in de schoolbank. Zou ik het doen? Ik probeer altijd die grens weer te beleggen. En dit is weer een nieuwe grens die we gaan proberen te beleggen. Voor duizenden jongeren is het rappen een sociale uitgangsklem. Eigenlijk was dat mijn toekomstperspectief. Minimumloon en hopelijk één keer in de zoveel jaren een beetje opslag. En dat rappen heeft me echt eruit getrokken. Dus. En ik denk dat het mooie en positief is aan rapmuziek. Het wordt heel snel gelabeld als negatief of agressief of wat dan ook. Of rebels en schoppen, maar dat is het helemaal niet. Het is van niets, vanuit het niets hebben, toch iets maken van jezelf. Yes! Oké, de spanning is eraf, man. De spanning is eraf. Ik weet niet waarom ik dit doe. Volgens mij zet ik mezelf constant in dit soort awkward posities. Gewoon puur om me naderhand gewoon weer goed te voelen ofzo, weet je. Maar het werkt. Het is net als een achtbaan. Je durft niet, maar als je geweest bent, dan vind je het geweldig. Dus ik ben super blij, man. Ik zag echt wat gezichten echt kijken van wat doet deze maloot nou weer, weet je wel. Maar ja, toen dacht ik oké, nu kan het niet meer stuk, weet je wel. Het ergste is al gebeurd en heerlijk, man.